Je ziet me niet, maar ik ben er wel. En dat is iets dat elke vrachtwagenchauffeur, maar ook andere weggebruikers, zeer goed moeten beseffen. Je ziet ze overal in het verkeer, de vrachtwagens. Zij verzorgen het transport voor onze dagdagelijkse middelen. En ben je in de buurt van zo'n vrachtwagen, wel, kijk dan goed uit. Want de vrachtwagenchauffeur kan niet alles zien en hij staat niet zomaar stil. Mark, het veilig besturen van een vrachtwagen start bij de chauffeur. Geen alcohol, geen drugs en goed uitgerust. Maar ook heel belangrijk wat er in de cabine gebeurt. Hè? Exact. Wij mogen geen spullen loslaten liggen in de vrachtwagen. Want op het moment dat de chauffeur een noodstop moet doen of een uitwijkmanoeuvre, dan kunnen die zaken gaan fungeren als vliegende projectielen. Kunnen de chauffeur gaan kwetsen en dat hoort daar niet op zijn plaats. Uiteraard. Dergelijke decoratie aan de voorruit is ook niet op zijn plaats, omdat dit het gezichtsveld van de chauffeur gaat belemmeren, maar ook zijn dode hoek gaat vergroten, wat eigenlijk nefast is voor de andere weggebruikers. De spiegels zijn de ogen van de chauffeur heel belangrijk. Absoluut. Spiegels helpen de chauffeur beter te zien op plaatsen die hij niet kan zien met zijn directe kijklijn. Maar belangrijk is dat die goed afgesteld staan natuurlijk. En daarvoor staan we op een spiegelafstelplaats. Ja, Vlaanderen heeft 23 openbare spiegelafstelplaatsen geïnstalleerd. En TVM installeert ook bij zijn klanten en leidt chauffeurs ook op om de spiegelafstelplaatsen te goed te gebruiken om maximale zichtbaarheid uit zijn spiegels te kunnen halen. Staan er al camera's die helpen? Ja, inderdaad. De nieuwste technologieën en de nieuwste voertuigen hebben ondertussen ook de mogelijkheid om een camera te installeren die dan nog beter de dode hoek in beeld brengen, waardoor ja, de verkeersveiligheid vergroot wordt natuurlijk. En om de correcte afstelling van die spiegels in de kijker te zetten, heeft Transport Logistiek Vlaanderen enkele kinderen met de fiets en Marijn de Valk met een vrachtwagen de baan opgestuurd. Zelfs al heeft hij een heleboel spiegels, toch kan een vrachtwagenchauffeur niet alles zien. Deze vrachtwagen wil rechts afslaan. De chauffeur ziet de kinderen komen aanfietsen in zijn rechterspiegels. Maar als hij even wegkijkt om op het andere verkeer te letten, staan de kinderen plots naast zijn vrachtwagen en zijn ze uit het zicht van die spiegels verdwenen. Ai, ik weet nu totaal niet waar de kinderen zich bevinden. En dat is gevaarlijk, want als ik nu zou afslaan, dan kunnen de kinderen onder mijn vrachtwagen terechtkomen. Gelukkig kan je dit als fietser makkelijk vermijden. Kijk maar eens wat deze slimme kinderen doen. Als je rechts en ruim achter de vrachtwagen blijft staan, dan kan er niets fout gaan. Nu kan ik de kinderen zien en kan ik veilig rechts afslaan. De dode hoek is één probleem, maar ze zijn ook groot en heel zwaar. Inderdaad, als ze geladen zijn, Sophie, mogen ze tot 44 ton wegen. Vandaar ook dat vrachtwagens afstand moeten houden van elkaar om, in geval dat ze hevig moeten remmen, voldoende afstand te hebben om tot stilstand te komen. Als dat niet gebeurt, als ze niet voldoende afstand houden, dan kan er al vlug een kopstaartaanrijding gebeuren, waardoor dat er grote schades kunnen ontstaan. Wel, we hebben een hele interessante remtest gedaan met een vrachtwagen die geladen was en niet geladen was. En we hebben eens getest wat de impact daarvan is op de remafstand. Oké, ik ben benieuwd. Het resultaat van de remtest was dat de geladen vrachtwagen 1 meter extra nodig had om tot stilstand te komen aan 35 km per uur. Je moet niet afvragen wat dat gaat zijn bij 90 per uur. Hè. Vandaar ook als vrachtwagens op de snelweg rijden en er zijn nog mensen die heel snel ertussen gaan om een afrit te nemen, een heel moeilijke situatie ontstaat. Zeker de moderne Adaptive Cruise Control gaat daar onmiddellijk op reageren en geeft nare gevolgen voor de vrachtwagenchauffeur. Wel, groot in omvang en zwaar in gewicht, dat zijn de eigenschappen van een vrachtwagen. En dat heeft zo zijn invloed op de wendbaarheid, het zicht vanuit de cabine en de remafstand. We kunnen als kleine weggebruiker dus maar beter deze grote jongens de nodige ruimte geven. Je kan Kijk Uit ook volgen op deze sociale media.